Mijn naam is Wessel Been, 21 jaar. Ik studeer de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en ik ben voetballer bij AFC. Veel studenten moeten naast hun studie hard werken om de huur te kunnen betalen. Dat is vaak werk in de horeca, in de zorg of in een winkel. Maar er zijn ook niet zulke standaardbaatjes. Vandaag volgen we voetballer Wessel. Lopend naar de kleedkamer komen we gelijk langs een foto van Wessel waar een bijzonder verhaal aan kleeft. Ja, het moment was mijn invalbeurt tegen PEC Zwolle. De eerste minuten. Eerste keer bij de selectie. Ik hoorde het die ochtend pas en toen met 0-0 kwam ik erin en toen scoorde ik, waardoor we wonnen van PEC Zwolle. Nou, hier is de kleedkamer. Daar mag ik zitten. Ik studeer de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Dus dat is de opleiding tot gymdocent. En dat doe ik in Amsterdam-West. Af en toe blijf ik wat langer op school en dan wacht ik tot ik hier naartoe kan. Zodat ik dan even wat extra tijd heb om wat huiswerk te doen of dingen voor te bereiden. En af en toe is het wat meer behelpen dan de andere keer. Ik heb geleerd dat het belangrijkste is om plezier te hebben in hetgeen wat je doet. De afgelopen jaren waarin ik voetbalde en niet altijd even veel plezier had, heb ik dat nu weer ontzettend teruggevonden. Daar mag ik voor in mijn handjes wrijven, denk ik. Omdat het iets is wat ik superleuk vind. En als ik dat dan mijn bijbaan mag noemen, dan vind ik dat ontzettend gaaf alleen maar. De school ga ik lekker afronden. 4 jaar opleiding, ik ga nu naar mijn 3e jaar. Dus ik moet nog eventjes en dan zien we het wel wat het wordt. Dit is een beetje jouw werkplek. Dit, nou ja, als je het werk mag noemen, dan is het zeker mijn werkplek, ja. En dat er zo goed voor jullie gezorgd ja, wordt. Ja, dat voelt echt alsof je een echte prof bent. Terwijl we eigenlijk natuurlijk de hoogste amateurs zijn. Maar dat is allemaal supergoed geregeld. Dat is wel af en toe een beetje gek. Dan zitten we wel in een luxe positie. Dat is bij de studie wel eens anders? Dat is bij de studie wel eens anders, ja. Dat moeten we alles zelf regelen, hoor. Ik heb natuurlijk een sportieve studie. We zijn veel aan het sporten, dus af en toe is dat ook wel behelpen. En wij leren gewoon ontzettend veel over pedagogiek, bepaalde oefeningen, bepaalde sporten, menselijk lichaam. En daarin, als je daar wat verder in bent, dan kan je dat af en toe ook wel eens gebruiken in sport. Wessel is een van de jongste, maar hij voelt zich wel echt onderdeel van het team. Ja, superleuk. Even wennen natuurlijk. In het begin, als je er net bij bent, dan ben je natuurlijk een van de jongsten die even alle klusjes mag doen. Maar dat is op een gegeven moment ook klaar natuurlijk. En wat het net al even je hoogtepunt. Volgens mij is dat het goal. Ja, klopt. Ja, dat was. En hier ongeveer zaten mijn zus, mijn moeder en mijn vriendin. Ongeveer hier. Wist ik ook pas achteraf, want ik kon ze niet vinden, want er waren zoveel mensen hier. En ik toevallig afgelopen week nog een keertje teruggekeken en dan krijg ik toch weer kippenvel. Dus, het was een heel mooi moment. Ja.